Welkom bij een nieuwe aflevering van Bijlmerstijl. Het programma waarin we op pad gaan met twee helden uit Zuidoost. Hoe beginnen we? Ontmoet Raymond Jowell. Jowell bokste als amateur op de Olympische Spelen in 1992 en won een bronzen medaille op het wereldkampioenschap in 1993. Puur kracht. In 1999 werd hij wereldkampioen. 1. 2. Wie bij Brasco Juan Pedro te laat komt, mag direct 50 keer opdrukken. Toch wist hij met zijn inspirerende woorden honderden mensen te motiveren om deel te nemen aan calisthenics, een fysieke educatie onder militaire discipline. Human flag, push-up, sit-ups, hij is er dagelijks mee bezig. Nu stappen we over naar de dipbar. Oké, de dip. Oh my god. Nou, was lekker. Ja? Je weet meteen of je sterk bent of niet. En ik heb nog wel wat uren te maken. Samen met jonge mediamakers nemen deze twee helden je mee naar plekken in Zuidoost die hen hebben geïnspireerd. Let's go! Het allerbelangrijkste is, zeg maar, je mindstate moet daar al zijn. Dus we werken met een bepaalde filosofie. Zeg maar, dat zeg maar, ze staat voor het blijven bouwen aan jezelf. Mm-hmm. En ook aan de anderen en in de buurt. Het is een begin, hè? Ja. Een begin. Je moet maar een visie hebben. Ja, zoals veel mensen die komen die zeggen van nee, ik kan het niet. En dan ben je al niet bij de juiste adres. Je moet al zeggen tegen jezelf, je kan het. Ja. En dan gaat alles vanzelf wel zijn gangetje. Vroeger deed ik het zeg maar, eerst bij een speeltuintje gewoon hierachter. Maar nu hebben we zeg maar, een eigen plek gerealiseerd samen mm-hmm. met stadsdeel en met andere betrekkende bewoners. Ja, wat zijn we nou, Brasco? We zijn nu bij de NBM-park, dus zeg maar de Wall of Greatness, is een deel van het park. Hier zie je zeg maar, de filosofie zeg maar, op de wand zeg maar, uitgebeeld. Links zie je staan community. Dat staat voor zeg maar, still building the community. Je ziet ook one. Je ziet love. Je ziet think. Ja, is een lifestyle. En als laatste wat we dan hier zien is zeg maar, still building or city. En city staat als acroniem consciousness in the youth. Dus we are still building our consciousness in the youth. Ja, ik ben geboren op Curaçao en getogen in Zuidoost, dat zei ik vaak. En omdat ik hier al mijn goede en mijn minder goede dingen heb meegemaakt, wil ik iets progressief achterlaten. Ja, maar dit is prachtig. En nu is het tijd om naar mijn ding te gaan. Oké. Okay. Naar het boksen. Hè? We hebben de handschoenen aan, zou ik maar zeggen. Oké, okay. Ja? Dat is goed. Loop je mee? Ja. Welke oefening vind jij nou persoonlijk het zwaarst? Zeg maar handstand op de stang. Klinkt inderdaad heel pittig. Toffe instelling qua empowerment. Vanaf thuis, als ik dan naar buiten ga, hoor ik al, hey meester, wat gaan we vandaag doen? Of wat is de planning? Maar meer dat de andere jeugd zeg maar, dat kan gebruiken als een stressreliever. En ook om hun handen meer te kunnen gebruiken. Want tegenwoordig is het alleen maar schieten, steken en dat soort dingen. En als je controle van je handen hebt, dan heb je ook controle van je gedachten. Niet alleen maar gewoon de lifestyle, maar ook het door kunnen geven naar de volgende generatie. Dus wat meer bewustwording. Ja, hier zijn we aangenaam. Dus hier ben ik een, de boxcoach voor de boxers. Mm-hmm. Hier ben ik de buurtcoach voor de jeugd, jongens en meiden. Ik ben ook beheerder voor de ruimte voor de andere sportactiviteiten. Zie je al potentie hier in aan je leden? Ja. Er lopen wat jongeren hier die wel wat potentie hebben. Ze zijn ook de gym ingestapt. Af en toe gaan ze wel eruit, maar vaak komen ze terug. En we zijn lekker bezig. We zijn 3 jaar hier en
Met lokale jongens doen we heel veel. Hierdoor werd ik gegrepen, bam, bam, bam. Krappen geven, krappen uit. En welke periode was dat? Rond in 88. Okay. Ja, eind 87 stapte ik de boksschool in. Yeah. En 88 bokste ik mijn eerste bokswedstrijd. En vier jaar later bokste ik Olympische Spelen. Ja, dat was gewoon fantastisch. Plus minus 10 jaar later wereldkampioen worden. Oeh. Ja, dus dat is het mooie. Maar het allemaal startte ook met de buurtsporten, met de vriendjes bezig zijn. Dit doen in je creatieve vrije tijd. Uh-huh. Niet rondhangen op straat. Uh-huh. We kwamen met z'n allen, gingen we in een gymzaal toen. En daar deden we leuke dingen met elkaar. Ja. Dit was het wat woorden, dit was het geluid. Okay. Wat woorden op de bokschool. Trainers, begeleiders, mensen die daar waren. Ja. De gym werd opengemaakt. Mm-hmm. En na dit konden we een wedstrijdje boksen. Okay. Zo ver gekomen? Natuurlijk, tegenstanders neerslaan, zoveel mogelijk winnen, gedisciplineerd blijven, veel trainingen doen. Belangrijk, belangrijk. En hoe zet jij je winnaarsmentaliteit om in nog positievere zin? Ik zeg altijd, heb succes. Ja, denk aan een succesvol moment. Dat zijn de kleine dingen. Disciplineer, disciplineer. Hoe draag jij jouw structuur over aan anderen? Zo hebben we de gym hier in Holendrecht gebouwd. Ja, we kunnen nu 24 uur per dag kunnen we in de gym. Je moet je uren maken. Je moet je 10.000 uren maken. 5.000, dan heb je talent. 10.000, dan ben je on top of the world. Amen. Box. Toen ik een keer een filmpje zag op YouTube, dat een goede vriend van me had gezegd om te gaan kijken. Toen zag ik een soort van dezelfde soort structuur wat hun gebruiken in hun buurt in Haarlem. Mm. Dat ik ook hier zag in Holendrecht wat we hier ook zouden kunnen gebruiken. Yeah. En dat was puur dan de stang. En op de stang zeg maar oefeningen doen waarvan je zeg maar jezelf, zelfexpressie zeg maar naar buiten komt. Zo brengen we de kennis een beetje over wat mij toevertrouwd is. Brengen we up to date en we geven het verder. Hetzelfde wat jij doet. Ja. Ik doe het indoor en met mijn sport. Okay. Dit moet ze enthousiasmeren en wie weet over 4 jaar of 8 jaar. Een Olympisch speler. Ja. En iemand van de speler. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is het mooiste, dat is wat ik zelf niet heb kunnen doen. Mm-hmm. Maar Olympisch speler, wereldkampioen, is er wel geworden. Dus het vervolg zit eruit. Ik weet wel hoe het moet. Yes. Nog een Olympische kampioen, dat moeten we samen gaan ontdekken. In Oud-West, ik kwam, keek, zag Amsterdam, maar vond het gauw best. Sinds het jaar dat op de mannen
vlag van Herbstraat. Scheet ik luiers vol op de jaarkop van Lennepstraat. Het was de kippenhok, maar fuck it als het regelde. Zaten we de drogen, dat was zo te 73. Mijn ouders gingen toen verhuizen naar de Torrenstraat. De McCarter buurt we naar die bomen op de Bordenstraat. En toen de Osterop vertrekken toen ik 11 was. Daar werd ik een tiener en ontdekte wie ik zelf was. Hip-hop in de jaren 80 spreiden als een volk. En dan zing ik elk weekend op de Nieuwe Zuidskolk. Ik zat toen op de AGS in de Dintelstraat. Hangen in de pijp, Albert Kuip, Zuid in de dark. De Zuidoost, Noord, Centrum en West. Zolang mijn klokje tikt, tikt die hier nog het best. Zoals de klok tikt in de Westertoren. Het ritme van de stad is de muziek in mijn oren. Zo tikt die nergens, want deze stad rockt. Amsterdam is de plaats waar mijn hart klopt. Zoals de klok tikt in de Westertoren. Het ritme van de stad is de muziek in mijn oren. Zo tikt die nergens, want deze stad rockt. Amsterdam is de plaats waar mijn hart klopt. Zoals de klok tikt in de Westertoren. Het ritme van de stad is de muziek in mijn oren. Zo tikt die nergens, want deze stad rockt. Amsterdam is de plaats waar mijn hart klopt. Vanuit de flat zul je diverse bokkels pompen. Het ritme van Zuidoost, ik laat je het voelen en horen. Zo is het nergens, want de B rockt. De Bijlmermeer is de plaats waar mijn hart klopt. Ik kwam, keek, zag Amsterdam maar vol begaan. Amsterdam, Amsterdam, het geluid. Ik kwam, keek, zag Amsterdam maar vol het geluid. Ik